of niet? Ja, zoals je ziet, ik heb juist op record gedrukt. De Oh, opname, de opname loopt. Ja. En ik heb eventjes mijn beeld hier in groot. Dat is voor als ik spreek. Ik heb een beeld van Perry voorbereid. Voor als hij iets te zeggen heeft. Ik kan het iets kleiner maken. Zo. En ik heb een beeld van Jelmer erin gedaan. Als gastspreker. Omdat ik nog geen beeld van hem heb. Dus nagelang wie spreekt. Gaan we dat beeld in beeld brengen. En dan weten die mensen wie aan de praat is. En wij gaan vandaar eens een keer een beetje kennis maken dan. Ik heb al een onderwerp over dat ik straks zou willen praten, maar ik wil graag eens een keer het woord aan jullie laten, want het moet niet altijd ik zijn die het woord voert. En by the way, voordat we gaan beginnen, eerst en vooral Jelmer, hartelijk welkom op deze uitzending. Hartelijk welkom op Skype als nieuwe Nederlandstalige broer die ik mag begroeten. En ik ben heel blij je kennis tot nu toe te mogen maken. We hebben al ene keer, denk ik, met elkaar getelefoneerd. Een redelijk lange tijd. Ik dacht meer dan een uur, als ik me niet vergis. Ja, dat klopt. En dat was een heel aangenaam gesprek. Met Perry heb ik ook al verschillende gesprekken gehad. Die waren ook allemaal aangenaam. De meest aangename, zoals ik zeg, en ik kan het alleen maar blijven herhalen. Perry is ondertussen meer dan 5 maanden van drank en drugs en rook af. En Perry is een veel betere mens geworden daardoor. Ja, ja sorry. Ik vind dat echt, dat is ongelooflijk, dat verschil. Jij zelf merkt dat misschien niet op, hè, Perry. Maar ik kan je verzekeren, hè, tussen vroeger en dus voor 5 maanden en nu, is een wereld van verschil als man met jou spreekt. Je bent veel helder van geest. Die dingen die je zegt, die komen veel beter over. En ik bedoel, ik heb daar soms geen woorden voor. Het is gewoon, je bent, ik zal zeggen, nieuw geboren. Ja. Het is niet alleen dat middelen gebruik waarmee ik gestopt ben. Ik ben ook gestopt met het najagen of hunkeren van boosheid. Oh ja, dat ken ik. Daar kan je jezelf ook helemaal in verzuipen. Ja. En ik vond het op een dag genoeg geweest. En daar was het dan ook. Dus ik ben eens gestopt met het consumeren van al die apathisch makende middelen. En ik ben gestopt met het apathisch rond blijven hangen in een verleden wat je toch niet meer kan veranderen. Het is vooral die kwaadheid op je ex-vrouw waar je van af bent. Ja. Ja, ja, ja. Dat doet veel. En dat die plaatsgemaakt heeft voor medelijden, voor medelijden. Ja. Je hebt veel meer aan medelijden dan aan wrok of zo. Ja, heel interessant. Ah. Nou, trouwens, ik ook een maand vaak. Sorry, wat zei je, Jelmer? Nee, zeg maar. Oké, vaak leg ik een link vanuit mijn christelijke overtuiging en het woord van God, het woord van de Bijbel. En de moderne filosofie en dan met name de Duitse bijdrage eraan. En, want die mensen zijn dan weliswaar niet in hun werk gebaseerd op de inhoud van de Bijbel, maar wat ze zeggen is daar niet strijdig mee. Dat is erg belangrijk en ze onthouden zich ook van enige Bijbelkritiek. Helemaal niets. De enige kritiek die ik gelezen heb, dat is van Arthur Schopenhauer op de wonderbaarlijke visvangst. Dat hij zegt, ja, ik vind het toch zielig voor die vissen. Maar dat is het enige. Dat is op de grens van een grap natuurlijk. Hè? Ja, en Arthur Schopenhauer heeft ook gezegd dat medelijden, dat is het van je menselijke bestaan. Ja. Vanuit medelijden moet je de wereld aanschouwen. En dat is je correcte houding. En dat stemt overeen met de christelijke houding. Medelijden is een vorm van liefde. Ja. Ja, een begrip. En ook weer dat je daarmee goed gehoor geeft aan wel in deze wereld zijn, maar niet van deze wereld. Want vanuit die positie kan je medelijden hebben met echt iedereen. Iedereen die dingen najaagt in het leven en... En dan krijg je medelijden met die mensen in plaats dat je gaat denken van jeetje, wat is het verachtelijk dat gedrag of zo. Dan zit je weer in die boosheid. Al die idioten die maar politieke partijen stemmen zonder dat ze weten wat ze doen. Ja, die boosheid die is bij jou helemaal weg. Ik had nog filmpjes omdat jij dus zei ook een paar dagen geleden in een beschouwing dat je humorfilmpjes had. Ja. Maar dat je ook...
toch nog wel een agressieve toon soms. Maar er was een filmpje met jongens die aan het vechten waren. Die gingen dan een meisje van een fiets aftrappen en zo. Ja. En daar zat toch nog weer heel veel agressie in jouw stem ook. En dat is helemaal weg. Ja. Heel bijzonder om dat te merken, zeg maar. Ik weet niet of je dat zelf ook door hebt. Maar, Ja. Ik luister wel eens die oude dingen weer terug. Ja, maar het is ook wel zo, als ik het... Dan denk ik ook vaak, ik gooi hem weg. Ja, want ja, maar je zei ook dingen staan. De Hufters van Arnhem, Dat had je dan als naam, zeg maar. Dat vond ik dan ook wel weer heel treffend. En nu is dat Hufterig is uit je stem, zeg maar. Ja. Ja, heel bijzonder. Ja. Maar wat over jezelf, wat je kwijt wil. Een maand geleden ben ik gestopt met blowen. En, Nu ben ik ook geheel onthouder. Ik was al aan het eind van het afgelopen jaar gestopt met spiertsnuiven. Uh-huh. En ik heb vanaf 2012 tot en met eind 2018 heb ik hooikoorts drugs gebruikt, zeg ik nu, want het is geen medicijn. Uh-huh. Daar kreeg ik bijwerkingen van. Het ging heel langzaam. Het ging zo traag dat ik het helemaal niet door had. En dat deed wat met mijn bewustzijn, maar ook met mijn zintuigen. Ik hoorde steeds minder. Mijn zicht begon minder te worden. Mijn smaak werd minder. Mijn reuk was helemaal weg. En ik had het allemaal niet eens door. Zo naïef en dom was ik. Dat ik dus helemaal niet wist dat er medicijnen waren waarbij de bijwerking heel traag ging. Want eerst had ik een hooikoortspil. En dat was heel snel dat ik direct misselijk werd en ziek werd. Mm-hmm. Maar ik was mijn baan kwijt. Dat gebeurde allemaal in die periode. Dus het was de enige periode waarbij alle emoties... loskwamen en dat ik dus dacht van, en iedereen had ook een verklaring, want ik praatte met heel veel mensen erover. Ik zei van, ja, maar ik ben in één keer ziek. Ja, dat komt, je bent je baan kwijt, dat is normaal. Ja. En overal was een verklaring voor. Op het moment dat ik zei van, ja, ik krijg in één keer overal jeuk, ik kom niet in slaap. Ah ja, dat als je een beetje wat onder de leden hebt, dan heb je overal jeuk. Dat was dan een verpleger die mij had ingewerkt bij een centrum naar werk, want ik moest ook een uitkering aanvragen. Ja, moest. Dat vond ik dan van mezelf. Ja, nu ben ik erachter gekomen dat dat helemaal niet goed is. Maar ja, dat aldoende leert men. Mm-hmm. Maar toen was ik dus in december... ik ga het even kort maken. Ik had het in december vorig jaar kwam ik er dus in één keer achter. Want toen had een kameraad die sms'te mij van... Neem anders Nisvileen. Probeer dat anders als je elke keer ziek bent. Dus ik ging op internet kijken van wat is dat nou? En dan ging ik... Per ingrediënt ging ik het op Wikipedia intoetsen. En toen kwam ik erachter van... Hey, er zit heksenkruid in. Zo, dat is gewoon vergif, ja. En er zit monnikenkapje in. Dat is ook gewoon vergif. Want daar smeren de oeroude stammen in Zuid-Amerika hun spieren mee in. Op het moment dat ze hun dieren gingen doden. Zo, hè? Waarom zit dat in Nisvileen? Maar toen dacht ik na een half uur dat opgezocht hebben. Van, wat ben ik eigenlijk mee bezig? Laat ik nou eens kijken wat er nou in die reactine zit. In die hooikoortspil. Ja. Maar wat bleek nou? Daar zat dus allemaal ingrediënten in. Waarbij je dus jeuk kon krijgen. Wat niet in de normale bijsluiter staat die je erbij krijgt. Toen ging ik nadenken. Dacht ik van ja, maar hallo. Dus dan weet ik uiteindelijk niet meer. Als ik nou prikkende ogen krijg van de hooikoorts. Of prikkende ogen krijg van het zogenaamde medicijn. Ja, ja. Dus toen had ik direct zoiets van... Ik stopte direct mee. Dus ik ben er gewoon cold turkey mee gestopt. En ik had al door van dit wordt echt een bumpy ride. En dat werd het ook. Want ik ben nog nooit zo misselijk geweest. En zo ziek geweest wat ik in die week daarna kreeg. En mentaal ook. Ik werd nou bijna helemaal gek, zeg maar. In welke maand ben je gestopt met dat hooikoortsmedicijn? 20 november was dat, vorig jaar. Oké. Okay. En toen heb ik, ik kan nu eindelijk nu zeggen, nu ben ik er eindelijk helemaal vanaf. Die stress is helemaal uit mijn lijf, nu pas. En we zijn nu dus bijna een jaar verder. Maar dan heb je dus dat voorjaar meegemaakt? Ja. Zonder dat medicijn? Precies. En hoe ging dat dan? Ja, die hooikoorts heb ik nog steeds. Ik heb nog steeds wel last van prikkende ogen en noem het allemaal maar op. Maar dat is allemaal verwaarloosbaar in vergelijking met die hooikoortspil. Want dat was zo extreem. Maar ik ging ook steeds meer. Hè. Het begon met mij dat ik het 2 maanden ging gebruiken. In 2012 deed ik het 2 maanden. In 2013 deed ik het 4 maanden. In 2014 deed ik het 6 maanden. In 2015 deed ik het 8 maanden. En in 2000,
16 of 17, ja, 16 deed ik het. Of nee, vanaf 2017 en 18 heb ik het achter elkaar gebruikt. Want dat was dan in één keer een lumineus idee die ik had aan het einde van 2016. Want ik had, toen ik er toen mee stopte in 2016, kwam ik er in één keer achter van, hey, volgens mij heb ik nu ontwenningsverschijnselen. Want ik keek een filmpje op YouTube van 60 frames per seconde en ik had zoiets van, hey, dat gaat trager. Dat gaat alsof het 30 frames per seconde is. Ja. Klopt helemaal niet. Ik dacht van, dat wat vreemd. En ik zag met de kleurstelling geel, rood en groen. Ja, ik zag daar iets geks in. Ik dacht van, hey, wat is dat allemaal? En normaal, op het moment dat ik dus een helder van geest ben, dan denk ik bij twijfel stoppen. Maar nu dus niet. Nu dacht ik van, nou, er is maar één manier om erachter te komen dat het die hooikoorspil is. Dan moet ik het gewoon 2 jaar achter elkaar nemen. Maar dat was de domste beslissing die ik in mijn leven heb genomen. Ik was er bijna aan onderdoor gegaan. Wauw. Ja. Ja, heel bijzonder. Heb je dat al lang, die hooikoorts? Ja, vanaf mijn 18e. Vanaf dat ik de drugs ging gebruiken. Zo kan je het wel zeggen eigenlijk. Oké. Okay. Nou, toen begon ik met eind 17, toen ik bijna 18 was. Toen begon ik met roken, of ik begon met blowen, toen met roken. Nou ja, naar houseparties, pilletje. Ja. En toen op mijn 19e, 20e speed, nou, ben ik op mijn 21e mee gestopt. En toen kwam ik op mijn 26e in een vriendengroep. En die deden dat allemaal. Nou, dan ging ik weer over op de speed. Uh-huh. En dat werd ook steeds minder toen ik die hooikoortspil nam. Want ik, elke keer als ik die speed nam, dan werd ik gewoon helemaal ziek. Daarna, ik voelde me op het moment zelf voelde ik me heel goed. Uh-huh. Ik bleef dagenlang wakker. Dus dat was ook niet goed. Nee. Maar het was allemaal achteraf. Op het moment zelf denk je van, dat kan allemaal wel. Dan ben je er heel laconiek in. Ja. Maar ik nam het steeds minder. Ik dacht van, ik moet het maar niet meer doen. Dat bewustzijn had ik nog wel. Maar op den duur, wat ik dus zei, toen ik dus in december 2018 ermee stopte. Uh-huh. Toen had ik, na 2 weken was ik zo... voelde ik me weer zo goed. En het was, ik moest het vieren. Mm-hmm. En dat was ik bij een kameraad. En dan dacht ik van, dan neem ik wel even wat spier mee. Maar dat had ik nooit moeten doen. Want toen was het nog lang niet over, die ontwenningsverschijnselen. Bleek dus achteraf. Ja. Want toen kreeg ik gewoon, toen ik stopte met spier, die dag daarna, zeg maar, toen kreeg ik gewoon spastische stuittrekkingen. Dus toen had ik ook zoiets van, wow. Weer een grens overschrijden dus. En toen was het gewoon... Nu is het klaar. Nu stop ik gewoon met speedstuiven. En uiteindelijk stop ik volgend jaar. Dat had ik mijn doel gesteld direct. Volgend jaar stop ik ook met blowen. Wanneer, dat zie ik wel. Maar het gaat gebeuren. Nou ja, het gebeurde dus vorige maand. En nou ben ik dus heel actief geworden. En schoonmaken. En... Ja, dat had ik ook, ja. Ja, dat hoorde ik van jou. Ik dacht van, nou ja, ik verheug me er nu al op. Dacht ik, dat moment kwam na 3 weken, zeg maar. Dus dat was heel bijzonder. Dus de afgelopen week ben ik heel actief geweest. Dus ja, en dit is ook het mooie moment om nu gewoon te gaan praten. Want ik kon ook gewoon steeds minder op woorden komen en zo. Ik werd steeds vergeetachtiger. Dat kwam ook door die hoorkoortspil. En ik voel dat mijn geest ook, ja, ik word steeds helderder weer van geest ook. Ja, heel bijzonder. Mooi. Het is wel super fijn dat het dus geen blijvende schade heeft toegebracht. Nee, daar was ik ook nog bang voor. Ja. Dat had ik inderdaad in mijn achterhoofd. Van, ik hoop niet dat ik er iets aan overhoud. Maar mijn energielevels die zijn ook weer gewoon normaal sinds vorige week, zeg maar. Want ik neem altijd veel te veel hooi op mijn vork. Want ik moet mezelf altijd afremmen. Want nu ook. Ik ging veel te hard van stapel. Maar het gaat de goede kant op. Ja. Fijn te horen. Ja. Ik heb trouwens een tijdje in Groningen gewoond. 2 jaar. Ja, dat hoor ik al. Wat zei je? Dat hoorde ik in zo'n beschouwing. Ja, dat was leuk. In Groot Wetsingen op een terp. Dat had ik direct opgezocht. Bij Bing dan, als je bij Bing Maps dat opzoekt, dan zie je eigenlijk helemaal niet dat het een dorpje is. Volgens mij staan er gewoon een paar boerderijen dan of zo. Want het is aan de het is een terp en dan er staat zelfs een kerkje bovenop. Oh ja. En dan was het dat armste huis, dus onderaan de terp. Daar zat een boer en... En dat was toen al geen boer meer, die reed, was een melkrijder. Oh ja. Maar die had een laadklep op zijn hoofd gekregen.
En die moest toen stoppen met het melkrijden. En toen heeft hij dus dat hele spul verkocht. En mijn ouders hebben dat gekocht toen voor 90 70.000 gulden. Oh ja. Iets wat je nu noemt 30.000 euro. Hadden we een stuk land achter, een stuk land aan de andere kant van de weg. De boerderij en een enorme grote schuur waar 40 koeien in konden. Ongelooflijk. Wat een leuke tijd daar. En heb ik daar dus het Groningse volk leren kennen. En ik vond het heerlijk. Zulke fijne herinneringen aan. Ja. Ja, want ik hoor je vaak over praten over Groningen. Wat zeg je? In veel beschouwingen heb je het over Groningen. Dat vind ik wel grappig. Ja, ik vind het een... Het heeft mij veel geleerd over... Bijvoorbeeld dat je daar de fiets niet op slot zette. Nee. En dan ging ik naar de supermarkt en dan zette ik mijn fiets op slot. En werd ik heel gek aangekeken door andere mensen die ook naar de supermarkt gingen. Want wat doet hij nou? Die import. Die was dan import. Die was dan allochtoon. Ja. En dat vonden ze gewoon heel raar. Maar dat doe je toch niet? We denken dat we je fiets gaan pakken. Nee, natuurlijk niet. Nee. Hey, maar in de stad, eigen fiets. Ja, in de stad Groningen is het wel iets anders geworden, zeg maar. Ja, dat kan me voorstellen. Toen mijn vader opgroeide in de jaren 50, 60, zeg maar, wel zo. Maar dat is nu niet meer zo. Nee. Maar in de dorpjes, dan heb je... dat. Toen ik naar houseparties ging, toen kwam ik in aanraking met dorpjes. Via de provinciale weg ging ik dan ook naar Warchum, zeg maar. Dus dan kom je via Sauwerd. En tussen Sauwerd en Winsum, daar zit Groot Wessingen. Ja, klopt. Dat vond ik heel grappig. Dan ben ik dus bij Perry's en... zijn woonplaats. Een stuk van mijn roots. Zonder dat ik het door had, dat er überhaupt wat was. Ja, grappig man. Ik wist dat Sauwerd er was. En daarna kreeg ik Winsum. Maar daartussenin wist ik helemaal niet dat... Want daar had je nog Wetsingen en daarna Groot Wetsingen. Ja, dat klopt, ja. Klein en Groot Wetsingen. Ja, heel grappig. Lutje Wetsing en Groot Wetsing. ja, precies. Ja, en in oppervlakte is Lutje Wetsingen groter dan Groot Wetsingen. Maar Groot Wetsingen heeft die kerk en die terf. En daarom is het Groot Wetsingen. Vandaar. Ja, grappig. Ben jij ook opgegroeid op het vlakke land van Groningen of in de stad? Nee, echt in de stad. Altijd in de stad. Een stadje gemeente. Dus. Ja. We hebben nog een tijdje in Leeuwenborg gewoond, maar dat vond ik niet zo heel leuk. Oh, ja. Leeuwenborg was toen zo'n nieuwbouwwijk, hè? Ja. Maar dat was vlak voordat mijn ouders dan definitief uit elkaar gingen. En ik was ook klaar met het hele gezin. En toen ben ik gegaan naar Wageningen. En ja, dat was het eigenlijk. Ja, en welke periode was het dan? Ik heb gewoond daar van 76 tot en met 78. Ja, 2 jaar lang. Oh ja. Ja, ik ben van 77. Dus dan was ik net geboren. Ja. Ja. Ah, grappig. Ja. Ik ben van 59, dus dan ben jij 18 jaar jonger dan ik. Dus. Ja, en ik ben 10 jaar jonger dan Jurk. Ja. Precies 10 jaar, want hij is van 66. Dat vond ik ook wel heel grappig. Mm-hmm. Nou. Allemaal geschiedenis. Wat ik een leuk idee vond van jou trouwens. Nog even terug naar het idee voor een gesprek, hè. Ja. Ik heb samen met Jurk een aantal bijbellezingen gedaan. Ja. Dus zijn we gewoon begonnen in Genesis 1, vers 1. En toen zijn we ergens geëindigd bij Genesis 7 of zo. En op het laatst deed Michael mee. Maar dat is een beetje verzand. En ik zou het toch heel leuk vinden om... Nou, dat hoeft mij niet iedere week of zo. Het hoeft niet op een vaste afspraak. Maar om toch met z'n drieën stukjes Bijbel te lezen. Ja, nee, dat ben ik helemaal goed. Dat blijf ik... Want ik was toen met Jurk begonnen. En daar deden we het boek Rulers of Evil. En dan in het Nederlands en in het Engels uitspitten. Ja. Maar Rulers of Evil, het is zo'n beerput. En natuurlijk is het logisch dat dat besproken moet worden. Maar ik kreeg er nooit een blij gevoel van. En toen ging ik dus samen met Jurk gingen we gewoon Genesis 1, vers 1 oppakken. En dat vond ik veel leuker om te doen. Veel positiever. Ja, ik weet wat je bedoelt. Ik zei dat ook al tegen Jurk. Dat het kwaad, dat ken ik nu wel. Ja. Ik heb me heel erg verdiept in het kwaad. En dat... En via het kwaad kwam ik er ook uiteindelijk kwam ik bij het kanaal van Brad Norman uit. Mm-hmm. Maar ik heb me ook heel erg verdiept in het pedo-sadisme. Het goorste van het goorste en het kwaadste van het kwaadste, zeg maar. En daarvoor heb ik ook waarschijnlijk die stress en die angst zo gehad toen ik uit die hooikoortspil kwam. Oh ja. Ja, dat was heel bijzonder, want ik
ik was zo geobsedeerd door de waarheidsvinding. En ja, je kwam dus steeds meer achter dingen. En nou, oorlogen. Het begon al voor 9-11. Het begon al eigenlijk op school dat je hoorde over de Tweede Wereldoorlog en over Auschwitz. En wij hoefden dan als klas niet naar Auschwitz, want wij hadden al als groep het heel goed begrepen dat het allemaal verschrikkelijk was wat daar gebeurd was. Ja. En andere klassen moesten wel heen, maar wij niet. Maar toen begon het al. Toen had ik altijd zoiets van, ja, maar hoezo? Waarom oorlog? Wat is het eigenlijk voor iets geks? Ja. Maar op het moment dat 9-11 gebeurde, toen was het een stroomversnelling. Toen ging ik echt met heel erg verdieping in documentaires kijken achter elkaar. Nog niet wetende dat documentaires ook heel partijdig kunnen zijn. Mm-hmm. En dat je dus heel subjectief een documentaire kan maken. En nou ja, lang verhaal kort. Toen ik werkloos werd in 2013, ging ik me heel erg storten op van nu heb ik de tijd. En dan ging ik zitten, want ik kon toch niks, want ik was zo ziek als een hond. Ja, dus dat is ook weer, elk nadeel heeft zijn voordeel. Nou, en dat was dit dus ook. Dus ik ging dus gewoon kijken naar allemaal documentaires. Het begon met Zeitgeist en Loose Change. Ja. En het grappige was dat ik Loose Change had ik gezien. En ik kwam bij mijn vriendengroep en een zo'n jongen die was dus ook, dacht ik eerst, heel erg geïnteresseerd in waarheidsvinding. Maar dat bleek achteraf niet zo te zijn. Maar hij ging mij om mijn oren slaan. Zo van, elke keer weer als ik hem sprak. Zo van, ja, maar jij bent ook van de conspiracy theory. Ik zo van, hoezo? Ik zei, omdat ik dus een documentaire Loose Change heb gezien. Ah. Maar dan kwam ik er later dus achter, na heel veel andere gesprekken te hebben gevolgd, dat de CIA, naar aanleiding van, met oog op de Warren-commissie, naar aanleiding van de moord op JFK, ja. Dat de CIA conspiracy theory in de wereld hebben gebracht, puur om de tegenstanders of iemand die onderzoek wil doen, om mee om de oren te slaan van, hé, dat is een gekkie, daar moet je niks mee te maken hebben. En dat heb ik hem aan zijn verstand proberen te brengen, maar je komt er niet doorheen. Het is gewoon een botsing van wereldbeelden, ben ik ook achtergekomen. Het is heel bijzonder. Dus ik dacht, Ik breng elke keer wel nieuwe informatie. En uiteindelijk ben ik ermee gestopt. Ik dacht van, ja, waar ben ik mee bezig? Hij blijft me de hele tijd tegen mijn schenen schoppen. En in plaats van dat je dus een open dialoog hebt, dan krijg je dus de hele tijd klap in je gezicht, zeg maar. Of stomp in je maag. Hou maar op met onderzoek doen. Want hetzelfde als wat jij ook zei, van, ach, dan heb je Perry weer met zijn waarheid. En Perry die weet het allemaal weer beter. Dat heb ik ook ondervonden. Niet alleen bij mijn vriendengroep, maar ook thuis. Ook met mijn vader. En, je weet de waarheid niet zeker weten. Nou, toen kwam ik er dus ook achter. Van ja, je hebt een clash met een wereldbeeld. Want je hebt dus, ik kom ook uit een wereldbeeld waarbij je jouw waarheid en mijn waarheid hebt en de waarheid bestaat niet. Nou ja, uiteindelijk kom je er dus achter, de waarheid bestaat wel. Mm-hmm. Maar heel veel mensen de meeste mensen, die weten dat dus niet. En die zijn dus daar ook op zo'n manier niet mee bezig, dat op het moment dat ze ermee geconfronteerd worden, dan zeggen ze van, ja, dat denk jij. Dat is jouw waarheid. Ja, nog steeds confronteren ze jou op zo'n manier. Dus ja, er is gewoon niet mee te praten. Jij staat aan de andere kant van een glazen wand en ze zien jou. En ze horen je eigenlijk niet, want ze verstaan je niet. Ze verstaan je niet meer. En wat ik even kwijt, in mijn familie, heb ik dus ook ronduit verteld wat ik allemaal te weten was gekomen via internet. En iedereen viel over me heen. Of ze waarna van, hou alsjeblieft je mond of zo. Hè? Ja. Op uitzondering van één persoon, en dat was mijn schoonzus. En dat is een christen. En we gingen een keer, waren ze bij ons met z'n allen. En we zouden naar de keuken lopen om te gaan eten. En ik moest nog wat doen in de woonkamer. En zij treuzelde een beetje. En toen waren we dus heel even alleen. En toen zei ze dus tegen mij, van, goh,
Ik zag vorige week wat op internet en dat betrof iets een geval in Duitsland, waar een jongen op school dus begonnen was over de aanslagen van 11 september. En die jongen was van school afgezet. Ik zei, ja, dat kan me voorstellen dat zoiets gebeurt. Hè? Ik zei, en wat vind je daarvan van? Daar dan van? En toen zei ze, nou, dan vind ik het eigenlijk wel een beetje eng worden. Kijk, dat was de enige die open stond voor mijn verhaal. En toen ook zelf een voorbeeld zag van, wauw, dit gaat echt ver. Ja. En toen heb ik tegen haar gezegd, van, nou, er is geen reden tot angst. Onze hoop is in Christus. En voor de rest komt alles goed. Ja, want anders is het hoop. En dan moest zij ook een beetje lachen. Ze zei, nou, kom op, en nu gaan we naar de keuken en gaan we lekker eten. En natuurlijk hebben we dat niet besproken met de rest van de goede gemeente. Want die kunnen daar niet tegen. Of nee. Ik weet niet wat het is. Ze zijn toch onvolwassen? Ja, nee, maar het is puur. Het is een botsing van wereldbeelden. En zij zijn niet in staat ze zijn niet in staat om zelf onderzoek te gaan doen. Ze denken van, nou, er zijn toch experts voor? Ja, en als jij onderzoek doet, dan kom je erachter van, nou, ik moet helemaal niet luisteren naar experts. Juist niet. Kom je erachter op een duur. Maar ja, zelfs, dat zijn allemaal stapjes die je moet zetten. Maar die stapjes, die zetten mensen niet. Dus ja, als jij er dan aan komt, dan zeggen ze van, ja, maar dat kan jij wel zo mooi denken en mooi zeggen. Maar ja, jij gelooft dan ook allemaal dingen. Ja, nee, ik geloof niks, zeg ik dan. Ja, want dat vind ik ook nog heel bijzonder. Want wat ik er ook bij kan zeggen is dat mijn geruststelling, mijn vertrouwen, die haal ik sinds mijn 12e met op- en neergangen, zeg maar, uit de Bijbel. Ja. Uit het woord wat daar staat. Ik denk, daar richt ik mij op. Het interesseert mij ook niet hoeveel ik op mijn spaarrekening heb. Als mensen wat willen lenen van mij, is dat altijd goed. Behalve een paar dingen. Maar ik heb zo mijn dingetjes en die mag je niet lenen. Maar voor de rest mag je van mij alles meenemen. Dan komen we een keer terug. En als het niet terugkomt, nou, komt niet terug. Hè? Ja. Ik heb als het ware afstand gedaan van alles wat er maar materieel is. Gewoon weg, omdat ik er niet in geloof. En mijn ontdekking dat ik belogen ben door mijn regering en de media, zelfs tot en met de universiteit aan toe, dan denk ik van, ja, dat kan er ook nog wel bij. Ja. Ik raak er niet van in blinde paniek. Nee, ik ook niet meer. Maar mensen die in de materiële wereld zitten, die van deze wereld zijn, in plaats van ze in deze wereld zijn en niet van de wereld, maar die echt van de wereld zijn, die zijn heel erg gehecht aan het feit dat alles klopt. Ja. En natuurlijk mag een politicus liegen, want dat moeten we allemaal wel eens een keer. Ja, precies. Maar ze willen niet zien hoe ongelooflijk de stank, zeg maar. Ja. Die muul, dat zeggen dan die Duitsers. Hè? Maar dat is ook wel, denk ik, een Gronings begrip. Maar de puinhoop. Ja. En dan stort hun hele wereld in elkaar en dat willen ze pertinent niet. Dus nou, dan gaan ze maar kijken naar Bolke de Beer. Ja, video's van katjes en zo, ja. Ja, precies, kattenvideo's. Ja, dat is allemaal vluggedrag. Ik heb het zelf ook ontdekt bij mezelf. Ik had ook vluggedrag. Mm-hmm. De drugs, dat zei jij zelf ook, en dat heb ik ook ontdekt, dat is gewoon vluggedrag. Ja. Dat is allemaal vluggedrag. Nou, zo deed ik het ook, precies. Ja, hoe je het bent of keert. Want je neemt afstand, maar ik wist nooit, ik was altijd bezig met waarheid, vind ik. Was altijd, ja, contradictie was er heel erg bij mij ook. Ik had altijd al heel sterk van, ik wil niet hypocriet zijn. Nou, en dan luister ik naar Brad en naar Jurk, en dan had ik zoiets van, ja, jammer, je bent wel echt hypocriet. Dus ik ben nu nog steeds op één punt ben ik nog hypocriet. Ik ben al geheel onthouden, maar ik ben nog op één punt ben ik hypocriet. Dat weet ik van mezelf. Dat kan ik ook delen. Ik masturbeer nog. Nou ja, ik vind gewoon, als je dat weet, dat je dat niet moet doen. Nou ja, maar dat kan ik nog niet. Ik ben daar gewoon eerlijk in. Dat is een volgend doel. Dat komt ook nog. Porno kijken doe ik nog. Maar ik wil dat niet. Ik vind het verschrikkelijk. Ik weet ook uit welke koker dat weer komt. Het komt allemaal daar vandaan. Allemaal uit de pausdom. Dus ja, je wil er niks mee te maken hebben. Ja, ja. Dat kwam ik ook met drugs. Wist ik ook gewoon uiteindelijk van, ja. Dan kwam ik erachter dat die Giuseppe Manzini. Nou, dat was dan een of andere vrijmetselaar. Nou, en de vrijmetselarij wordt weer, hè, de hoogste vrijmetselaar, dat is dan de zwarte paus. Dus dan weet je alweer dat het de jezuïeten zijn, dus dan heb je zoiets van, het komt allemaal uit dezelfde koker. Ik wil daar niks mee te maken hebben, maar toch, ik kan nog niet van de porno afblijven. Ik weet het nog wel. Maar dat is verschrikkelijk, want ik wil het niet.
toch die op een dag, op een dag. Precies, als de... gaat het komen. Want hoe meer ik er mee bezig ga in mijn hoofd, want dat heb ik al, nou ja, met wiet was het heel makkelijk. Ik stopte met werken en toen had ik al zoiets van, ik stop met roken. Nou, dat heb ik toen ook gedaan. Ja. Want dan ging ik in één keer heel veel blowen. Dus, maar ik ving het dan op met blowen. Maar uiteindelijk stopte ik met wiet roken en ging ik nog even een paar van die smoking blauw vloedjes ging dan door te knippen. En dan had ik van die hele kleine stompjes. Nou, dan ging ik één voor slapen gaan. Dan rookte ik nog één. Dat deed ik 4 dagen en dat stopt ook. Dus ja, dat porno, dat stopt ook. Maar dat is het enige nog. Want ik wil niet hypocriet zijn. Ik kijk altijd naar mezelf. En ik moet... ik kan wel naar iemand anders gaan wijzen, maar ik moet zelf veranderen. Dat had ik al op mijn 18e, kwam dat al. Ja. Toen zat ik op de tribune in Kaarlingen bij een houseparty. En toen had ik zoiets... Toen kreeg ik in één keer allemaal ideeën in mijn hoofd van moreel zijn en nooit de agressor zijn. Niet doorhebbende dat Jezus met mij aan het praten was, dat die met mij communiceerde. Ik dacht van, ja, ik ben rechtvaardig vanuit mezelf. Dat komt allemaal in mezelf op. Maar ik had altijd wel zoiets van, ik vind het wel heel bijzonder dat ik dat allemaal zelf weet. Want zo slim ben ik namelijk niet. Dat wist ik van mezelf. Zo van, dus dat vond ik heel raar, dat ik dat in één keer allemaal kreeg. Want ik had dan altijd zo van, ja, ik zal nooit iemand zijn spulletjes beschadigen. Ik zal nooit tegen iemand gaan liegen. Ik zal nooit zomaar iemand voor zijn bek slaan. Dat zou ik nooit doen. Nee. Maar niet wetende dat God dan met mij communiceerde. Ik dacht dat altijd, ja, dat komt van mezelf. Maar er zat wel iets in mijn achterhoofd. Ik zei van, ik weet niet hoe dat kan. Kwam dat nou, hè, want ik nam ook een ecstasypil. Komt dat dan door de ecstasypil? Want heel veel mensen die zeiden ook van, ja, de wereld zou veel beter zijn als iedereen een ecstasypilletje zou nemen. Mm-hmm. Ja, denk bij mezelf, nee, iedereen zou beter af zijn als ze de juiste Bijbel lezen. De King James Bijbel. Ja. 16:11, ja. Ja, ze zouden begrijpen. Ja, daar gaat het vooral om. Ja. Maar het is ook zo, ja, zeg maar. Dat het moet jou vinden. Jurk, je bent zo stil. Kan jij ook wat vertellen over hoe jij die transitie hebt meegemaakt? Natuurlijk, ik ben aan het luisteren. En er zijn een paar dingen waar ik dacht, daar zou ik eens een keer iets zeggen. Maar Jelmer was zo interessant aan het praten. En jij hebt het altijd goed aangevuld dat ik er niet tussen wilde komen. Over de waarheid gesproken. Als je mensen met de waarheid wilt confronteren, waar jullie eventjes over spraken. Dat kun je misschien een beetje beeldelijk mensen voorstellen, gelijk Plato's cave, Plato's cave. Ja. Ik weet niet hoe dat in Vlaams noemt, hè? Plato's hol. Plato's grot. De Plato's grot, ja. Jij bent waarschijnlijk met dat verhaal zelfs nog beter bekend dan ik. Ik heb daar jaren geleden eens een keer een video over gedaan. In Nothing But The Truth, met Tom Fress onder andere ook bij. Dat was een schitterende uitzending. Mm-hmm. Maar in Plato's grot gaat het dus in feite daarover dat mensen heel hun leven alleen maar in één richting kunnen gaan kijken, omwille van dat ze vastgemaakt zijn. En dat enige wat ze zien zijn schaduwspelen van figuren die achter hun zijn, die door het licht hun schaduw aan de muur werpen. En dat wat ze daar zien, houden ze natuurlijk voor de realiteit, want ze kunnen, ze kunnen zich niet omdraaien. Ze kunnen niet zien wat achter hen gebeurt en ze leven in het donker in deze grot en zien dus alleen deze schaduwspelen. Ja. En als je dus een mens uit deze grot enig eruithaalt en naar buiten aan het licht haalt, wat doet die? Die heeft heel zijn leven geen licht gezien. Die gaat zijn ogen dichtknijpen. Die wil het niet. Ze zegt, doe me terug, doe me terug. He? Die wil niet. En zo is dat met mensen ook. En dan Jelmer haalde dat aan van met de waarheid. Ja, ik heb mijn waarheid, hij heeft zijn waarheid. Waarheid is zeer subjectief, bij wijze van spreken. Ja, tot hem uiteindelijk dan de enige waarheid gevonden heeft en gezegd van, dat is één waarheid en dat is de Bijbel. Dat is volledig juist. Maar het probleem is, dat willen mensen niet weten, omdat ze verliesangst hebben. Ze daar wil ik even inhaken, want wat jij zei is over, dat Plato heeft ook opgeschreven, dat als er dan iemand is die dus weet dat hij, dat de hele meute daar vastgebonden zit en dat ze alleen maar kijken naar een schaduwspel. Als die persoon dan de grot ingaat om die mensen als het ware te bevrijden, dan gaan ze hem kapot maken. Dat die mensen dat niet zullen waarderen. Nee, en ze gaan hem doden. Niet... Ja. Ze willen hem doden. En Tom Fress heeft daar ooit eens een keer een heel interessant voorbeeld aangehaald met zijn vogels. Hij heeft
so viele Vögel in seinen tollen kleinen Vogelhäuschen, zwar die in Kolonisten und all. Und ich krieg das Verhaal nun nicht helemaal bei ihm, sicher nicht in Flams, weil er heeft das dann in Engels vertellt und ist auch lang geleden. Maar het gaat erover dat die vogels daar min of meer in een val gaan zitten, in dat ene huisje. En als er dan dus een vogel daaruit vindt en die dan terugkomt en zegt van ja, hier moet je buiten gaan, die maken ze af. Diegene, die vallen ze aan. Diegene die die waarheid weet, bij wijze van spreken, die den uitweg kent. En in de Bijbel staat geschreven, ben ik jouw vijand geworden omdat ik je de waarheid vertel? Aha. Ja, precies. Ja, die Menschen denken, dass sie iets te verliezen hebben. Und da finde ich, da kommt ein heel godslasteriger Film, ist nicht gut am Bord. The Life of Brian, Het Leben von Brian, als je die kennt, die eine Akteur, die sagt auf einen bepaalden Augenblick, je bent geboren mit nichts, je verlaat diese Welt mit nichts, dus was hätte je verloren? Ja. Nichts. Ja. En als we dat eens een keer gaan begrijpen, dan kunnen we eens een keer zien dat daarnaast deze materiële ook een geestelijke wereld is, een spirituele wereld. Ja, en ik kan niet spreken van New Age dingen en zo'n spirituele wereld, maar we moeten ontdekken dat iedere mens geleid wordt van een geest. Ja. En de Bijbel spreekt heel duidelijk van de gevallen geesten of van de gevallen engelen, die demonen. En deze demonen doen niks anders als mensen lijden. Ze gaan soms van mensen bezit nemen, zoals bijvoorbeeld muzikanten die op het podium staan en dan iets willen gaan doen en alleen maar bepaalde dingen kunnen doen, juist omwille van dat die demon dat van hun overneemt. Klopt. Maar iedere mens wordt geleid van een geest zijn hele leven lang. Ja. En het is ofwel de heilige geest, ofwel is het een onheilige geest. Dat probleem Jan, is, wilde even, dat, ja, dat probleem is dat je in heel veel stadia van vooral het jonge leven niet weet dat je van een geest geleid wordt. Gelijk Jelmer zei van, ik dacht dat was van mezelf. Alhoewel ik toch wist dat ik niet zo slim was. Maar dat is precies het punt. Dan word je geleid door een geest, maar je beseft het niet. Dat is gelijk mensen die denken van, ik heb tot Jezus gevonden. Nee, nooit heeft iemand tot Jezus gevonden. Jezus heeft altijd de mens gevonden. Ja. En als je ver genoeg in deze studies gaat, dan ga je ook merken dat het niet de mens is die God zoekt, maar God is die de mens zoekt. En als je je eindelijk van jezelf kunt afzetten, ikke, 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 en je kunt vernederen tot de boze zondenaar die je bent, en deze fouten kunt inzien, dan gaat de geest je meer en meer waarheden ingeven. En in één keer besefte jij, dat heb ik gekregen. Dat is een geschenk. Gelijk het geschenk van de verlossing, dat ook is. Ja? Want het staat geschreven in de Bijbel, niet door werken, maar door genade. Alleen, of door, hoe zeg je dat in Vlaams? Genade. Genade. Grace. Ja, grace. Ja? Door genade zijt je gered. En dat niet door jezelf. Opdat niemand zich roeme. Ja? En voor zover dat ik dat in Nederlands kan gaan zeggen, deze Bijbelversen. En dat willen veel mensen niet inzien. Want ja, ik heb toch mijn kinderen, ik heb toch mijn job, mijn werkcollega's en mijn vriendin hier en mijn vriend daar en dit en dat. En dat willen ze allemaal niet bij wijze van spreken opgeven. Wel, Jezus Christus heeft toen tegen een van zijn volgers gezegd, als hem die mee ging nemen aan de zee van Genezaret of waar die was, dat die zei van, ja, Jezus, ik kom direct, maar geef me nog even tijd, ik wil mijn vader begraven. En Jezus heeft de antwoord, laat de doden begraven. En als je ene keer die zin verstaan hebt, dat iedereen die deze wereld naloopt in feite al dood is, omdat hem spiritueel dood is, dan heb je al heel veel verstaan. En dat willen mensen vaak niet verstaan. Ja, en over de versweringstheorieën en zo, daar kunnen we ook veel dingen over spreken. Maar ik was gewoon aan het luisteren en heb jullie een keer laten doen. En trouwens, van Groningen kan ik toch niet meespreken. Dus daar heb ik geen kaas van gegeten. Maar wel, je hebt meer van Friesland. Je hebt meer Friese kennis, hè? Ja, nee, ik was maar in Zwolle gewoon een heel korte tijd. En heb daar voor een week of zo heb ik daar eens een keer gewerkt. En ik heb een tijd in elke week in Nijmegen gezeten voor een paar dagen, omdat ik er toen die firma overgenomen heb, die wijnfirma. En die had hun centrale in Nederland in Nijmegen. Daar heb ik een tijdje gezeten. Maar voor de rest ben ik met Nederland niet zo bekend. Ik heb een keer in Den Haag een dag wijndegustatieafspraken gedaan.
en wijn verkocht en ben met een verkoper in die streek daar rondgereden. In Enschede, aan de Duitse grens bijna. Daar ben ik een hele week met hem rondgereden. Op één dag na. Wij dus ja, schitterende omzet. Ik heb in die week met hem zoveel omgezet als hem anders in een half jaar deed. Großartig. Gewoon op afspraken van nieuwe klanten. Maar goed, dat is een andere wereld. Dat is een andere zaak. Maar het was leuk, ja. Dat was mijn ervaring in Nederland eigenlijk. Maar... Ja. En dat mooie lied van Tvares. Ja. Wie ben je? Weet dat ook weer? Verbesto, ja. Ja. Ken jij dat ook, jammer dus? Ja, nee. Ik heb jarenlang in een cd-winkel gewerkt. Oh. Bij 15 jaar. Dus nee, dat, die heb ik heel vaak gehoord in de winkel. Oké. Ja. In welke straat, welke cd-winkel heb je gewerkt? De Free Record Shop. In de Free Record Shop, oké. Ja. Maar ik wil er nog even inhaken, want weet je wat ik ook nog heel interessant vond? Dat mijn kameraad, die zei dus ook van, toen ik dus zei dat ik een bijbelgelovende christen was geworden, dan zei hij van, als je mij maar niet lastig valt. Ja. En daar komt dus iets achter weg. En ik heb er de hele tijd over nagedacht. En dit komt er achter weg. Je wordt dus op de televisie, heb je tv evangelisten, je hebt de Rooms-Katholieke Kerk, je hebt boeddhisme. Kijk, een boeddhisme die heeft een aantal goede dingen, hè, wat er ook voor bijbelgelovende christenen geldt. Maar ik hoorde jou ook wel eens over boeddhisme, Perry. En ik had zoiets van, ja, oké, boeddhisme leuk en aardig. Ik heb daar vroeger heb ik daar ook wat dingetjes op de televisie van gehoord. Dacht ik van, ja, niet materialistisch zijn, dat komt bij het boeddhisme ook vandaan. Ja. Dat is op zich, dat is een goed iets van boeddhisme. Maar boeddhisme aan zich heb je weer helemaal niks aan. Je moet, hè, wat ik dus zeg, je moet gewoon de King James Bijbel lezen. Ja. Maar nu komt het. Vandaag had ik dus een gesprekje op het winkelcentrum met iemand die ik ook in de vriendengroep heb. En die zei van, ja, zolang je maar niet over God gaat beginnen, van, dan ga ik weg. Ik zei van, nou ja, ik heb niks met religies, zei hij. Maar en toen noemde ik alle religies op, hindoeïsme. En toen zei ik ook boeddhisme. Ja, maar boeddhisme, dat is wel goed. Ik zei van, ja, er zijn een paar dingen goed van boeddhisme. En dat neem ik mee. Want dat neem je sowieso mee. Ja. Want dat hoort eigenlijk helemaal niet in die zin bij boeddhisme dan, zeg maar. Zo zie ik het. Mm-hmm. Het gaat alleen maar om Jezus en verder niks. Ja. Maar het grappige is, mensen die hebben een afkeer. Ik had namelijk zelf ook een afkeer van mensen die over Jezus praten. Want ik heb toen ook tegen Jurk gezegd, dat toen ik het kanaal van Brad Norman vond, en dat zei ik vandaag ook weer tegen de jongen die ik op het winkelcentrum sprak, dat ik bij filmpjes van Jurk en Brad, dat die aan het praten waren, als zij het woordje Jezus gebruikten, dan had ik mijn vinger had ik al op de muis om te stoppen. Op de stopknop. Ja, op de stopknop te drukken. Maar ik dacht van nee, dat gaan we niet doen. Ik heb nog steeds geen leugen gehoord hier op dit kanaal. En bij elk kanaal waar ik dus wijzer word en geen leugen hoor, daar blijf ik. Mm-hmm. Dus ik ben gebleven. Maar ik heb meer dan 100 keer heb ik met mijn vinger, ging mijn vinger weer naar de muisknop. En dat was letterlijk, niet figuurlijk, ging letterlijk naar de muisknop. En ik dacht van nee, afblijven, niet doen. Kwam er dan weer in mijn hoofd. Maar dat is dus ook, dat is, de dikste barrière waar ik doorheen moest beuken. Ik heb allemaal barrières gehad. Wat je ook zegt van de barrière dat de overheid corrupt is. Dat het, je universiteit waar jij dan je universiteit waar jij geleerd hebt, alles, dat zijn allemaal barrières waar je doorheen moet beuken. Ja. En mensen, teleurstellingen als het ware. Ja, teleurstellingen. Of, en om even aan die ding naar dat boeddhisme te trekken, waar je dan op dat moment last van hebt, is dat ik dus gehecht was aan dat de overheid heus wel goed genoeg is. En dat de universiteiten heus alles goed bedoelen. Dat is een hechting die je dan hebt. Ja. En hechting leidt tot hebzucht. En hebzucht leidt tot moordzucht. Dat is het boeddhisme samengevat. Dus je moet er niet van uitgaan dat dingen zijn zoals jij denkt dat ze moeten zijn. Want dat is jouw beeld. Ja, precies. En jij bent niet, je weet niet alles. En dus heb je ook geen recht om te beweren
dat je gelijk hebt als je zegt dat een overheid goed moet zijn. Want waarom zou die goed moeten zijn? Ja. Dus die conclusie van Frederick Tupper Saucy in zijn boek Rulers of Evil luidt van ja, in een samenleving met een dermate lage moraal als toen is in Amerika of in zijn dagen toen hij nog leefde, dan kan je wel een goede heerser hebben, maar die wordt binnen no time voor de gek gehouden. Die wordt gemanipuleerd. Dus de enige heerser die langdurig, duurzaam overeind kan blijven staan, dat moet een boosaardige heerser zijn. Ja. Dus een ruler, die rulers of evil, dan kunnen wij wel zeggen, oh, zijn ze evil, oh, zijn ze evil. Ja, dus wij zijn zo evil dat wij dat soort rulers alleen maar dat soort rulers kunnen overheersen. Kunnen overleven. Alle goedaardige worden afgemaakt. Dat is een mooie citaat van Michael Novak in het boek Rulers of Evil. Dat heel goed samenvat wat jij juist gezegd hebt. Ja? Als je op de scherm kijkt, dan zie je dat ik hier het boek open heb staan op mijn archive-kanaal. Want ik was eigenlijk van plan om te zeggen van ja, kijk, wat we natuurlijk zouden kunnen doen, is een herrscher des Bösen, des herrschers van het kwaad, Rulers of Evil, kunnen we gaan lezen. Maar in plaats van dat voor te zetten in het Engelse, kunnen we beter nu de Duitse vertaling nemen, die ja vertaald geweest is. Dan ben ik eens een keer aan het zien. Eventueel kan ik weet niet of dat gaat, of dat ik hier een zoekfunctie binnen dat boek kan doen. Dan gaan we eens een keer even gaan zien of dat die hier Novak kan zoeken. Maar dan pakt hij waarschijnlijk alleen die site hier, dus dat gaat niet. Moet ik dat PDF mee bijnemen? Ja. Zal ik eens even kijken op welke. Want ik heb hier een PDF staan. Ja, ik heb het hier ook staan. Ik heb het hier ook staan. Ik lees het ja elke week. Uh-huh. Ik lees het ja elke week. Ik ga het eventjes open doen. En hier heb ik Novak in. Kunnen we direct gaan zoeken. Die is redelijk op het einde. In een van de laatste hoofdstukken komt die voor. En dat is een. Misschien heb ik hem nu verkeerd geschreven. Ja, waarschijnlijk heb ik. Of niet. Wat daarvoor? Hier. Die Gestalter wollten eine Novus Ordo, eine neue Weltordnung bauen. Ja? Dus de Formers. Ik zal het direct niet kennen, naar het Nederlands vertalen. Ne? Dus de Formers wilden een Novus Ordo, een nieuwe wereldorde bouwen. Die vrijheid en gerechtigheid voor iedereen biedt. De grondpijlers van deze nieuwe orde is de menselijke zonde. Een republiek te bouwen die voor zondenaars bestemd is, is dus de onmisbare opgave. Het maakt ook geen zin een sociaal systeem voor heiligen op te bouwen. Daar zijn te weinigen van. En die paar heiligen die er zijn, met die kunnen niet gaan leven. Elk effectief sociaal systeem moet daarom op de enige moralische meerheid gericht zijn die er bestaat. En dat zijn zondaars. Ja, ja dat is een heel interessante, want dat zei je eerder ook al tegen mij. Maar wat ik nog heel interessant vind is, ik ontdekte dat al in de jaren 90. Want toen had je die ecumenische beweging, die was heel erg een opspraak op de Nederlandse televisie. En toen zag ik dus allemaal beelden van de katholieke kerk en toen had ik al zoiets van, ja, de paus. Op het moment dat je dus tegen de paus op moet kijken, zijn ring moet kussen. Nou, dat was bij mij al direct al van, dat klopt niet, want we zijn allemaal gelijkwaardig. Dat zag ik toen al. Maar op het moment dat je dat aan mensen uitlegt, dan zeggen ze van, ja, nee, maar we moeten wel een leider hebben. Mijn vader, die zegt het ook nog steeds van, ja, nee, maar we hebben wel een leider nodig. Ja, inderdaad, we hebben een leider nodig om de zondaars te leiden. Maar je hebt eigenlijk, op het moment dat je dus allemaal een bijbelgelovende christenen bent, heb je dus één autoriteit en dat is Jezus. En dan heb je voor de rest, op deze wereld zijn we allemaal broeders. En dan heb je helemaal, dan heb je vrede op aarde. En als je de 10 geboden erop naslaat en als je daar je aan houdt, nou, dan heb je gewoon vrede op aarde. Dan heb je hier al de hemel, zeg maar. Ja. Maar dat, ja, dat is dan, dat, als ik vroeger zei ik dan wel eens dat soort dingen in de winkel en zo, en dan zeiden mensen allemaal van, ja, dat is een utopie. Dat is een utopie. Ja, dat klopte uiteindelijk ook. Want net als wat Jurk dan ook zegt van, ja, we zijn maar een hele, hele kleine minderheid die zo denkt. Daardoor is het zo. Want ja, want op het moment dat er dus de grote menigte, dat is dus eigenlijk democratie, de grote menigte die onderdrukt de minderheid, ja. Nou, dan
dan krijgen wij er van langs. Als de overgrote meerderheid echt aan de macht komt in die zin, op die manier, nou ja, en we krijgen dus altijd er al van langs. Dus dat is nu al zo. Dus die klik maakte ik ook. Ik dacht van ja, maar dat is dus nu al zo. Vandaar dat ik dit de hele tijd, want je voelt een onzichtbare, de hidden hand, de onzichtbare hand die je dus de hele tijd tegenhoudt. Iets houdt me tegen, dat voelde ik altijd al. Ik word tegengewerkt. Ik loop tegen, ik zwem tegen de stroom in of ik fiets keihard tegen de wind in. Maar wat is dat nou? Dat had ik altijd al, dat voelde ik. Wat is het? Alleen dode vissen zwemmen met de stroom. Levende vissen zwemmen er tegenaan. Ja. Ja. Maar hoe ervoer jij dat dan, Perry? Had jij dat ook al? Dat je dacht van, ja, maar jij was al behoorlijk jong, hè? Dat je wel al een Bijbel las. Dat zei je ook al in een beschouwing. Een jaar of 14. Ja. En zo net zei je ja, 12. Ja, toch al. Ja. Maar dan heb je al op die leeftijd, was je al zeer wakker, zeg maar. Ja. En ik weet nog wel, een van mijn eerste. Nee, dat was niet mijn eerste vriendin, maar mijn tweede vriendin en zo. Die kwam uit Eindhoven, dat is het zuiden van, nou even voor Jurk, dat is het zuiden van Nederland, katholiek. Ja, en dan was ik daar wel eens met kerst en dan ging dus het hele gezelschap naar de kerk. Dat is meerdere keren gebeurd dat ik er dan ook was. En ik ging niet mee. Absoluut niet. Nee. Want voor mij was het katholicisme, dat stond gelijk aan de antichrist. En voor mij was het een regelrechte overtreding van het tweede gebod van Mozes. En dat doe ik niet aan mee. Punt. En dat werd dus geaccepteerd tussen aanhalingstekens. Maar dat werd ik dus nog wel goed hoor. Dat was ik dus in de 20 al. En ik deed er verder dan niet moeilijk over. Ik ging die mensen niet de les lezen. Maar ik ging niet mee net naar de kerstmis. No way. Ja, dat is ook de manier. Wat zeg je? Nou, dat is ook de manier. Niet de mensen de les willen lezen. Want dat werkt niet. Ja. Maar gewoon zeg van, ik mag dit niet van mijn geloof, mag ik dit niet. En ik heb er ook bij gezegd, als ik het wel zou doen, dan zou ik huichelen. Ja. En dat willen jullie niet. Ja, dus je wil niet een huichelaar onder je dak. Dus ja, ik blijf wel lekker thuis, gaan jullie maar. En dan zat ik dus echt moederziel alleen, rustig voor 1,5 uur, 2 uur, te wachten tot men weer terugkwam. Ja, dan maar zo. Dan maar zo, ja, precies. Ja. Ook zeggen, toen ik wat ouder werd, had ik een andere vriendin, die was dan ook katholiek. En toen heb ik met mijn hand over mijn hart gestreken en heb ik wel 1 of 2 keer het Jezuskoekje gegeten. Maar dat was voor de gezelligheid. En die mensen die hadden ook zoiets van, laten we nou maar gaan, want anders is meneer Pastoor zo in zijn eentje in het koude gebouw. Mm-hmm. Die gingen bijna uit medelijden met meneer Pastoor, gingen ze naar de kerk. En ja, ik vond ook hele vriendelijke mensen. En die wilde ik dan niet voor het hoofd stoten of zo. Maar die streng katholieke familie uit Eindhoven, denk ik, nee, ik doe niet mee. Nee, maar dat vond ik dus ook bijzonder. Dat op het moment dat je dus dat koekje eet. Mm-hmm. Voordat Jurk en Brett daarheen gingen, wist ik al van, ja, dit is kannibalisme. Ik wist het direct. Ja. Ik zo van, nou ja, zeg maar. Toen was ik al steeds wakkerder aan het worden. Ik dacht van nou. En toen, ja hoor, Jurk die ging erop inhaken. Zo van, hier komt het kannibalisme vandaan. Pats. Ja, want ik had ook altijd zoiets van, waar komt Hannibal, de cannibal vandaan? Hè? Waar komt dat vandaan? Mm-hmm. Nou, dat komt dus daar vandaan. Ook weer. Ja, heel bijzonder. Ja, en trouwens, dat heb ik dus. Ik ben nu bezig met het leren van Hebreeuws. En Bethlehem. Dat betekent huis van het brood. En Jezus heeft elders ook gezegd, ik ben het brood van de mensheid of zo. Ja, en dan niet in de letterlijke zin, maar het figuurlijke zin dat je het woord van God... Ja. Ah, oh ja, dat wilde ik nog met Jurk over hebben. Want Jurk die zegt van, ja, dat wat wij doen, dat is ook nog religie. Maar dan had ik dus vandaag, sprak ik dus ook nog, en dat had ik voor 2 weken geleden, had ik haar ook gesproken. Er was een buurvrouw die mij opving toen mijn vader aan het werk was in de jaren 90. Mm-hmm. En dan ging ik vanuit school ging ik dan bij haar avond eten. En die ving ons op. Mm-hmm. Die sprak ik dus. Ik zei van, nou ja, ik ben bijbelgelovende christenen. Ik zei van, nou ja, maar dat ben ik ook. Maar ik zei van, ja, maar dan is het ook nog belangrijk van welke bijbel. Ik zeg van, je hebt in Nederland, heb je dan 1 bijbel en die dat is de Statenvertaling. Ja, die heb ik. Zo, nou ja, zeg. Maar toen kwam het. Toen zei ze van, maar dit is toch geen religie? Ik zei van, nee, dit is het ware woord van God. Mm-hmm. Dus
Want ik zei van, ik geloof nergens in. Ik geloof nergens in. Ik ben op zoek naar de waarheid. Nou, en de waarheid vind ik in de King James Bijbel. Nou, in het Nederlands heb je dan de Statenvertaling. Die dan toch op sommige punten nog weer, ja, weer de plank mislaat. Maar over het algemeen heel goed is. Maar zei hij ook van, nee, we hebben niks met religie. En we horen ook helemaal niet bij een denominatie. Ik zei van, nee, klopt, je wilt niet. Nou, je gaat niet naar de kerk, je hoort niet bij een denominatie. Je hebt alleen maar het ware woord van God. Ja. Dus dan heb je toch helemaal niks meer met religie te maken. Maar Jurk zei van, ja, het is toch een religie. Wat wij, hoe noem je dat? Wat wij aanstaan, zeg maar. Maar haak er maar eens op in, Jurk. Want ik vond het wel heel interessant dat je... Ah, wel, over het algemeen is religie mensengemaakt. Ja? Maar ja. Het woord religie komt in de Bijbel ook voor. En ik kan je het een keer laten zien in de Koning James Bijbel. Daar kun jij een woord zeggen. Sorry. Sorry. Ah, sorry, ik kon de microfoon niet meer op kunnen uitschakelen. Daar kun je hier een woordzoek doen. En daar doen we eens een keer religion intypen en dan zeggen we van zoek die eens een keer en dan staat het er 5 keer in. En het is in de eerste plaats hier in 26, heeft het een negatieve connotatie. In Galatians speaks it of the Jews' religion, also dat is ook meer, ik zal niet zeggen positief of negatief, maar dat is gewoon... Dat war het heel interessant is, en dat komt denk ik in de Duitse bijvoorbeeld, in de Schlachter 2000, die ja gelijk de Koning James ook op dezelfde ware teksten beruht, of opgebouwd, dat komt er niet voor. En hier staat in Jakobus 1,27, pure religion and undefiled before God and the Father is this, to visit the fatherless and widows in their affliction and to keep himself unspotted from the world. In andere woorden, als je deze versies een keer bijeenpakt, dan zal dat zeggen, de ware religie die zuiver voor God en de Vader is, is deze. Om de vaderlozen en de weduwen in hun verdriet te bezoeken en te troosten en zichzelf van de wereld af te zonderen. Dus gelijk dat jij in het begin gezegd hebt van, leef in de wereld, maar wees niet van de wereld. En to visit the fatherless and widows in their affliction, dat is toon naastenliefde. Dus hou van je buur als je van jezelf houdt. Ja? Zo kun je dan ongeveer vertalen. En hier is dat woord religie dus wel gebruikt in de samenhang met dit is de pure religie. Maar over het algemeen ben ik geen vriend van het woord religie te gebruiken. Nee, juist. Omdat in religie meestal de mens centraal staat. En dat is nu bijvoorbeeld juist het probleem met boeddhisme dat ik heb. En daarom ook die discussie die ik met Perry vroeger over had. Natuurlijk zijn in boeddhisme een paar ware punten daarin. Maar ware punten vind je ook in het islam. Ware punten vind je ook in het shamanisme. Je vindt overal hier en daar ware punten. Zelfs in de Romeins-Katholieke kerk vind je een paar ware punten. Want de duivel gaat ook van de Bijbel citeren als het hem uitkomt. Maar de basis van deze hele religie is altijd mensengecentreerd. En boeddhisme is opgebouwd op Boeddha, op een mens. Ja? En op zijn leer. Maar in de Bijbel staat dat elke mens zijn hart kwaad is. Wie kan het weten? Dus ook van Boeddha dat hart is kwaad. Ja. Of dat ik dat nu wil of niet. En daar is het verschil met de Bijbel, met de enige religie gelijk in Jacobus juist geschreven staat. Die is gebaseerd op Jezus Christus. Jezus Christus is, of dat we het nu willen of niet, of dat we het accepteren of niet, want of dat je de waarheid accepteert of niet, dat verandert de waarheid niet. Ja? Jezus Christus is de enige mens die ooit op deze aarde gewandeld is, die vrij van zonde was. Akkoord. De tweede Adam. En op hem is de ware religie gebaseerd. En dat is verschil met al die andere religies. Die zijn hier en daar altijd op mensen gebaseerd. Het Mohammedanisme is gebaseerd niet op Allah, maar op Mohammed, zijn profeet. Want gebruik de naam van Mohammed niet in slechte woorden, want anders gaan ze hun kop kleiner maken. Hè? Ja. Dus is dat toch een mens verhogen tot God weer? Gelijk in alle andere religies dat ook is. In de Romeins-Katholieke kerk heb je natuurlijk het absolute premiumvoorbeeld, want daar is de paus God op aarde. Daar wordt de paus tot God verheven. Dus het is altijd een mens die je aanbiedt. Alleen in het geloof van de ware Bijbel heb je het geloof in de mens
Jezus Christus, de ware Zoon van God, het woord dat in den beginne was. En het woord werd vlees en heeft onder ons gewoond. Maar nu, kijk, want het erge vind ik namelijk, op het moment dat je dus ook nog weer dit als een religie bestempelt, dan wordt het warrig. Het moet namelijk duidelijk zijn. Ik hou van duidelijkheid. En jij bent, Jurk, jij bent altijd duidelijk. En nu ook weer, je zegt dat heel mooi. Je kan het heel duidelijk zeggen. Maar op het moment dat je met mensen zeg maar praat, dan vond ik het juist wel heerlijk om die onderscheid te maken. Zo van, nee, ik trek een streep in het zand. Ik heb niks met religies. Ik heb ook helemaal niks. Wil ik te maken hebben met drugs en met alles wat er zeg maar uit die koker van de Rooms-Katholieke Kerk komt. Daar wil ik niks mee te maken hebben. Dus daar trek je ook een grens. Dus dat deed ik dus ook met die religies. Dus dat was heerlijk. Maar nu zeg je toch weer van ja, nee, het is eigenlijk ook een religie. Maar dat, ja, je hebt ook gelijk, maar het maakt het warrig. Ik zeg niet dat het eigenlijk een religie is. Ik citeer gewoon de Bijbel. Ik citeer waar de Bijbel het woord religie gebruikt. En dan probeer ik de samenhang hiervan te gebruiken. Nee, de Bijbel zegt niet een religie is te gaan in een gebouw met een fallusdak. Bij wijze van spreken. Ja, gelijk dat je met deze moderne kerken allemaal hebt. En ergens voor een beeld te gaan zitten en neer te knieën en de paus aan te bidden en een kaars aan te steken, wat van Bijbels is. Want in de Bijbel leven ze van olielampen. Ja, daar is geen kaars die daar brandt. Een kaars is altijd heidens van afkomst. Een verhoogde altaar is heidens. In de Bijbel is geen enkel verhoogde altaar. Oh, daar wordt een altaar gebouwd, maar niet verhoogd. Niet met trappen om daar omhoog te gaan. Dat wordt in Ezekiel duidelijk beschreven. Dat is verboden. En dat is allemaal in deze wereld. Dus als je over religie spreekt, dan moet je religie definiëren. Nu, voor de meeste mensen is het heel moeilijk om deze definitie te verstaan. En dus is het gemakkelijker om te zeggen van met religie heb ik niks aan de hoed. Ik geloof in de Bijbel en dat is geen religie. Dat is gewoon het geloven in de scheppervader en zijn zoon in de hemel. Punt. Aan de lijn. Dat is heel kort. En dat is gemakkelijk. Maar kijk, dat is gelijk melk drinken of vlees eten. Als je een jonge christenen bent, dan zijn jij gelijk een baby. Dan kun je alleen maar vloeibare naring toezien nemen. Dan kun je alleen maar melk gaan drinken. Ja? Je kunt nog geen vlees gaan bijten als je 3 maanden oud bent. Okay? Hoe meer dat je dus in je geloof groeit en dergelijke, kun je dan ook eens een keer overschakelen. Kun je naar vlees overschakelen. En wat hier in Handelingen 26:5, Galater 1:13-14 en Jacobus 1:26-27 staat. Dat is vlees in de leer. Zeker Jacobus 1:26 hebben we juist niet gelezen. If any man among you seem to be religious and bridles not his tongue, but deceiveth his own heart, this man's religion is vain. Hier legt Jacobus heel duidelijk uit welke religie vals is, om dan in de volgende vers te zeggen welke religie juist is. Maar als je met mensen in deze wereld kan discussiëren, dan moet je eerst maar een keer de basis leggen en zeggen van smijt eerst maar een keer alle religie weg, want wat die mensen onder religie verstaan, dat is allemaal die religie die onder Jacobus 1:26 staat. Pas als je hun duidelijk kunt maken dat er een verschil is tussen al dat heidensgeloof, al de heidense religies, en de enige ware religie die van de Bijbel, dan kun je hun vers 1:27 laten zien en zeggen van kijk, dat is nu zo. Maar dat kun je alleen maar doen als die mensen ook vlees kunnen verdragen. En in het begin, als je iemand zoiets leert, kunnen ze geen vlees verdragen. Hebben ze melk nodig. Ja. En daarom dat ik in dat opzicht, ik ben niet veranderd, maar het is gewoon de leer die verandert. Je weet, Als je 10 jaar christ bent, dan weet je dingen die je niet wist als je 1 jaar christ was. Nee, klopt. Dat heb ik al wel door. Want ik weet nu al veel meer dan in het begin. Ja. Nee, dat klopt. En je groeit. Ja, je groeit met een dag in feite. Ja, met een dag. En dat is hier precies hetzelfde. Dus als ik vroeger gezegd heb van met die religie, smijt dat maar naar buiten. Ja, dat was ook maar omwille van dat ik mensen een keer wilde aantrekken en zeggen van, om te luisteren naar mij, om te zeggen van, goed, smijt dat allemaal weg, trek je van die religie niks aan. Je hebt de religie aan de ene kant en je hebt de Bijbel aan de andere kant. Ja, en jij zei ook heel treffend een keer in een filmpje van, ik sta op met Jezus en ik ga naar bed met Jezus. Je hele dag staat in het teken van God. En dat heb ik dus nu ook. En dat begreep ik eerst helemaal niet. Ik dacht van, nou, dat kan helemaal niet. Nou, dat gebeurt. Want dat is dus, dat je dus echt herboren wordt.
Dat is het hele bijzondere. Dat heeft vooral dat daarmee te doen dat je in ene keer beseft dat je door een geest geleid wordt, dat alles wat je overdag denkt te denken, dat is niet jij, dat is de geest die voor u denkt. Ja. Jij bent alleen maar het medium dat die dingen naar buiten brengt. Gelijk ik in mijn video's bijvoorbeeld doe. Ik ben alleen maar een medium om dat buiten te brengen wat de heilige geest mij ingeeft. Dat zijn de vruchten, aan die je mij als mens kunt herkennen, dat ik de vruchten van de Heilige Geest draag. En wie is de Heilige Geest anders dan de Geest van de Vader en de Zoon? Dus is Jezus Christus de ganze dag bij mij, omdat ik de ganze dag door die Geest geleid word. En ik heb schrik van die minuut als die Geest mij zou verlaten, want dan val ik terug in de oude... Een oude gewoonten, dan zou ik ook terug naar porno kijken, dan zou ik ook terug goesting krijgen om een sigaret te gaan roken of een whisky te gaan drinken. Of en ik bedoel niet zomaar eventjes een whisky gaan drinken om te zeggen, gelijk ik onlangs gedaan heb, s'avonds voor het slapen gaan 1-2 whiskies drinken en zeggen van kom een beetje genieten. Nee, dan zou ik direct weer terug de halve fles gaan pakken en me zinloos bezuipen, bij wijze van spreken. Ja. Als de geest weggaat. En juist daarom drink ik bijvoorbeeld niks meer. Ik bedoel, God, ik ben wijnhandelaar. Ik drink misschien nog maar 3 flessen op wijn op een gans jaar. Als wijnhandelaar. Ja? Waarom? Ja. Ik heb daar geen genot meer van. Vroeger had ik er altijd genot van om s'avonds een flesje wijn open te doen of zo. Vandaag de dag weet ik... Jörg, als je dat doet, dan word je geest beneveld. En dan denkt jij niet meer klaar. Dus je mocht dat alleen in feite nog maar doen als je echt afschakelt. Als je zegt van nu nog een half uur en dan ga ik sowieso slapen. En na mij de zonvloed bij wijze van spreken. Niks niet meer. Ja. En dat heb ik veel te zelden. We hebben vandaag in de biowinkel, we waren aan winkelen. En we hebben een schitterende vegane kaas gekocht. Een blauwschimmelkaas. En we waren daarna bij onze Fruitbo hier aan de straat. En hebben nog witloof gekocht. Grondwitloof. En... Grondwitloof, als je daar zo'n blauwschimmelkaas op strijkt, dat smaakt heerlijk. Dat weet ik nog van vroeger. En als je daar dan een glaasje wijn bij drinkt, een lekker glaasje zoete witte wijn, zo van die speciale zoete witte wijnen, dat is gewoon lekker, dat is genieten. Wat heb ik gedaan? Ik was in de kelder, ik zeg van nee, ik wil geen wijn gaan meedrinken. Ik heb een fles pure van mijn Duitse wijnbouwer meegenomen, druivensapfles meegenomen. Rode, weliswaar, in plaats van witte, maar zwart. En dat smaakt ook heel lekker daarmee. En dan heb ik daar niet een alcohol bij. En dan kan ik toch genieten daarvan. Zonder mij te bezondigen aan een alcohol daarmee bij. En dat is dus gewoon geleid worden door de Heilige Geest. Ik wil niet meer deze geest ontbreken. En drugsgebruiken. En drugsgebruiken, of dat nu materiële drugs zijn. Dus speed... cannabis, gras, weet ik veel, noem maar op, al die bullshit, alcohol of wat er, dat is één ding. Maar je hebt ook spirituele drugs. Gelijk muziek, gelijk films, al die entertainment industrie, al die dingen, dat zijn ook allemaal drugs. En als je de drugs wilt ontvluchten, dan moet je ze allemaal ontvluchten. Zowel de spirituele drugs als de materiële drugs. Ja, de helft van mijn cd-collectie is al in de kelder gezet. Dus de afscheid is al genomen van in ieder geval alle gabber cd'tjes. Die zijn allemaal weg. Alle metal en hard rock cd'tjes, die zijn allemaal weg. Alle muziek met vocalen, zeg maar, die zijn allemaal weg. Want ik hou alleen, eigenlijk was het altijd al, ik ben een melodieman. Ik vind mooie melodietjes, ik hou niet van herhaling. Het liefst vind ik gewoon mooie trends, zonder de hele tijd hetzelfde melodietje, maar gewoon afwisseling. Dus die heb ik nu nog in mijn kast staan. Maar er is al heel veel weg. Dus de afscheid is al in werking, zeg maar. Dus je staat weer de spijker op de kop, Jurk. Heel bijzonder. Maar ik heb helemaal niks meer wat dat betreft met drugs. Ik ben er nou echt helemaal klaar mee. Nee, het is ook niet alleen maar dat ik het tegen jou zeg. Ik zeg dat ook tegen die mensen die eventueel deze opname ooit zullen gaan bekijken. Als we zeggen dat we dat toch openbaar maken. Dat die mensen dat ook eens een keer verstaan. Maar ik vind het ook belangrijk dat wij onze ervaring in deze dingen meedelen met die mensen. Ja. Dat ze zien van, wij zijn niet bij wijze van spreken heilig geboren en doen ons zo schijnheilig voor. We zijn niet beter. Nee, wij zijn... We zijn... Net als iedereen. We zijn allemaal geboren zondaars. In overtredingen en zonde, ja. Ja, Paulus heeft van zich gezegd dat...
Paulus heeft van zich gezegd dat hij de koning van de zondaars is. Ik kan je verzekeren, ik kom direct naast hem. Ja. Of achter hem. Oh ja, en Perry, ik had nog een vraag aan jou. Was jij dat die zei dat je dan wel eens op een verjaardagsfeest komt en dat je dan in één keer hoort van, ach, Jezus is ook maar een gewone man geweest. En dat je dan uiteindelijk zoiets hebt van, ja, dat klinkt wel aannemelijk. En dat je dan uiteindelijk zoiets hebt van, nou, er is dus eigenlijk gewoon helemaal niets. Nou, heb jij dat ooit eens een keer in een beschouwing gezegd? Nee, ik denk het. Nou, niet. Ik heb nooit mijn geloof in Jezus verloren. Helemaal nooit. Nee, jij niet. Maar dat je dus op een verjaardagsfeestje dat dan hoorde, zeg maar. Ja, dat. Dat mensen zeiden van, ach ja, Jezus is eigenlijk ook maar gewoon een man. En dat je dan uiteindelijk daardoor helemaal bij de waarheid weggeleid wordt. En dat je dan atheïst wordt. Want zo ben ik atheïst geworden. Heb je dat is absoluut mijn mening. Als je niet accepteert, als je dat niet kan geloven, omdat het niet in je hart gestopt is, dat je het hier niet hebt over een gewoon mens, een morele gozerd, maar dat het echt een stukje dieper gaat, een stukje verder gaat. Als dat niet is, wat is er dan wel in je leven? Dan heb je echt helemaal niks. Wat Jurk ook net zei, van ik vrees het moment dat de Heilige Geest mij in de steek laat. Ja. Precies dat, die angst. Ik heb hier zo van die vrouwen in mijn portiek en die laten hun hond in de steek, omdat ze zo nodig boodschappen moeten gaan doen en willen ze die beesten niet meenemen. En dan die beesten die janken, jongen, die denken dat ze doodgaan. Ja. Nou, die vrezen dus dat ze in de steek gelaten zijn. En die honden hebben ongelijk, want dat bazinnetje komt wel terug. Maar zo is het met mij ook. Ik heb alles te danken aan God. Ja. Alles, alles. Ik heb een keer teruggekeken op mijn leven. En ik was helemaal niet op zoek naar een soort van acceptatie of zo. Maar ik zat eens wat feitjes op een rijtje te zetten. Ik denk, jee. En toen is het dat gebeurd. Dat ik, jee, maar dat is ook wel toevallig. En daarna is het dat gebeurd. Toeval, ja, maar dat is ook wel toevallig. En toen dacht ik, ja, maar als dat toeval niet had plaatsgevonden. Het valt je toe, je begrijpt alleen niet waarom, dat is toeval. Nee, ja. Precies, en ik kon heel goed zien dat als al dat toeval niet had plaatsgevonden, dat ik niet was geworden die ik was. Dus ik denk, ja, alles wat ik ben heb ik niet te danken aan mezelf, dat heb ik te danken aan dat zogenaamde toeval. Wat dan kennelijk wel heel erg toevallig was. Ja, precies, dat is dan te toevallig. Ja, het woord toeval komt in het Hebreeuws ook niet voor, hè? Dat woord bestaat niet. Als woord. Nee, dat doen ze niet aan. Als je dan bijbelgelovig wordt, dan begrijp je dat toeval voeging is. De voeging van God. Ja. De leiding van God. Ja, maar alleen sta je nog niet op de level om het te verstaan, en vandaar zie je het als toeval aan, doordat je ooit een keer tot het besef komt om het te begrijpen, en dan zie je ineens, het was heel die tijd God die mij geleid heeft. Want uiteindelijk ben ik vandaag dat wat ik ben, gelijk Perry juist gezegd heeft, ik ben dat wat ik ben vandaag, alleen doordat God mij daar gebracht heeft waar ik vandaag ben. Ja. En had deze en deze en deze stap in mijn leven zo niet gebeurd, dan was ik er niet gekomen waar ik vandaag ben. En dat is geen toeval, dat is leiding. En op zo'n ogenblik moet je je dan eens een keer kunnen vernederen en kunnen zeggen van, ik geef nu mijn eigen invloed die ik dacht op mijn leven te hebben op en ik laat mij leiden door de Heer. Ik ga waar ook mijn schepper gaat. Waar hij gaat, daar ga ik hem volgen. Ja? Whithersoever he goes, I will follow. Ja, zoals het in Engels, denk ik, ergens in de Bijbel geschreven staat. Als je dat kunt doen, dan heb je een heel grote stap al bereikt. Ja, want weet je wat ik heel bijzonder vond? Ik hoorde in mijn vriendengroep, hoorde ik wel eens van, als ze dan een vriendin hadden, dan konden ze in één keer stoppen met blowen en zo. En dan hadden ze dus een stok achter de deur. Maar ja, dan ging de relatie uit. En dan begonnen ze weer te blowen of te drinken of weet ik veel wat. Maar nu had ik dus in één keer van, ja, dit is de stok achter de deur. Jezus is de stok. Op het moment dat je Jezus hebt, dan zeggen mensen tegen mij ook van, oh, wat knap dat je nu geheel onthouden bent. Ja, helemaal niet moeilijk. In de Bijbel staat geschreven, ik kan niks door mezelf, maar ik kan alles door Jezus Christus en met Jezus Christus. Ja, zo is het dan. En als we dat eens een keer voor onszelf toegeven, dan zijn we al een heel stuk verder.
Nee, ik heb dat heel duidelijk toegegeven. Dat was voor mij was dat gewoon heel duidelijk. Dat was de stok die ik achter de deur die ik zocht. Ik ben ook na meer dan 35 jaar gestopt met roken. Van de ene dag op de ander. Ja. Ik had dat nooit niet kunnen, had ik daar niet voor gebeden. En had Jezus mij niet geholpen. Ja. Ja, ja. Ja. Nee, dat zijn hele ware dingen die we even lopen op te biechten aan ons drieën. Ja. Heel bijzonder. Ja, dit zouden we zo uit kunnen zenden. Dat voorstel wat je deed, Perry, van met de Bijbel terug te lezen, dat terug op te pakken, ik zie dat helemaal zitten. En het zou zelfs mogen, als jullie daarmee akkoord gaan, dat we ook Michael daarbij nemen, als hij dan een keer tijd heeft. Want momenteel heeft hij het heel druk, maar als we de volgende keer bijeenkomen, kunnen we misschien afspreken, kan hem daar ook terug bij zijn. Ik denk dat hij dat ook heel graag zou willen doen. Dan zijn we wel met vier, maar dat mag nog, hè. Oh ja. Tuurlijk, hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Nee. Oh. In de Bijbel staat geschreven, waar twee of drie in mijn naam verzameld zijn, in hun midst zal ik zijn. Ja, ja, maar meer dan drie, dan is hij er ook. Waar twee of drie van jullie zijn verzameld. Wij zijn nu met z'n drieën. Michael zal dan al de vierde zijn. Maar die zal ik er zojuist nog mee toestaan. Maar daarboven, hoe meer zielen, hoe meer vreugde. Nee, weet je, dat is niet de vreugde van de Bijbel, dat is de vreugde van de wereld. Ah ja. Ja, dan heb je weer dat je... Hoe noem je dat? Dat je weer met de grote meute meegaat. Ja, precies. Wat ik kan me daar eens bij voorstellen, hoor. Hoe groter je de kring maakt, hoe groter de gevaar is dat de afval daarin terechtkomt. Nee, dat begrijp ik, ja. Nee, dat begrijp maar dat is dan ook zo bij die boeklezing op zondag. Dan is alleen de microfoon van Jurk is actief en die van Michael. En de rest heeft allemaal snaveltje dicht en snaveltjes toe, hè? Ja, precies. Want anders gaat het door elkaar heen lopen en dan... Ja, daar ben ik helemaal met Jurk eens. Dat hoop ik. Maar Michael vind ik een hele aardige vent. En ja, ik heb hem nooit in het echt gezien. Maar hij heeft een hele lieve stem. Dus natuurlijk wordt hij uitgenodigd. Wat is dat nou? Ik heb hem al twee keer in het echt ontmoet. En we gaan twee keer al? Ja. Ene keer heeft hij mij hier bezocht. Aha. Verleden jaar, als het zo heet was in de zomer. Daar zijn we dan met een hond gaan wandelen. We hebben meer dan een uur gewandeld. Mm-hmm. En dit jaar ben ik naar Duitsland gereden met mijn moeder. Begin augustus. Mm-hmm. Om haar vriend in Schneverdingen te bezoeken, waar ze vroeger gewoond heeft. En op weg daarvan hebben we even bij Michael gestopt. Da was spijtig genoeg zijn Frettchen, zijn Ferret, juist overleden. Ja, precies. We wilden die eigenlijk nog een keer kunnen gaan zien, maar we zijn juist een week te laat geweest. En daarom heb ik Schnuff gemist. En niet meer kunnen gaan zien. Maar ik heb Monchi dan gezien en ik heb Michael gezien. En ik heb Amy gezien, zijn aangenomen dochter, laat ons maar zeggen. En heb hem nog een keer ontmoet. En ja... Perry, hij woont redelijk dicht bij jou. Ik woon ook niet zo ver af. Ooit zullen we zeker een keer de mogelijkheid hebben om elkaar met z'n drieën zelfs een keer te ontmoeten. Dat zal natuurlijk wel schoon zijn. Maar ik zeg het zo voor in de toekomst. Als je zegt van ja, zullen we een keer een beetje Bijbel lezen. Goed. Ik vond eerlijk gezegd dat gesprek van daar ook al een keer heel interessant. Vooral omdat de mensen ons zo ook eens een beetje beter kunnen leren kennen. En ik heb eigenlijk geen geheimen die ik voor de mensen wil terughouden of moet terughouden of zo. Van mij mag alles in het open. Ja, voor mij ook. Ik heb daar geen probleem mee. Dus ja, het was een heel leuk gesprek. Als je dat nu wilt beëindigen, ik weet het niet. Anders moeten we nog verder babbelen. Maar in elk geval in de toekomst om te zeggen, we zullen die Bijbelstudie voortzetten, is één idee. En een ander idee is natuurlijk ook om hier en daar te zeggen, heerst het van het kwaad verder doen, maar dan misschien vanuit de Duitse versie in plaats van de Engelse versie. Of tenminste het op een manier tot afsluiting brengen dat we een keer door de kapitels doorheen razen, dat we dan toch eens een keer zeggen van, we hebben dat boek toch afgesloten. Want eerstens van het kwaad, eerlijk gezegd, ik heb daar stilletjes ook genoeg van. Ik heb dat in 2015 in Engels gelezen. Ik heb dan in 2016 een Duitse samenvatting daarvan mogen brengen en 13 video's van gemaakt. En daar ben ik al heel intensief op ingegaan. En nu ben ik dat complete boek in Duits aan het lezen. En we hebben nu juist afgelopen zondag lezing nummer 40 gedaan. Zitten in kapitel 23, dus al redelijk naar het einde naartoe. Maar uiteindelijk ben ik heersers van het kwaad stilletjes aan voorbij. Ik wil verder gaan, want ik wil niet bij de pakken blijven staan, zoals ze zeggen.
En vandaar dat ik ook andere boeken lees, gelijk Het Doppelgezicht des Papsttums, wat ik daar zondagavond ook gelezen heb. Dat vind ik een schitterend boek. En Romanisme in de Reformatie, dat ik door de genade van God in Duits heb mogen lezen, dat is nog altijd, geeft mij zo'n bevrediging, gewoon schitterend. En ja, de Bijbelstudie, zeker. En weet je, zeker het boek Genesis, alleen dus het eerste boek Mose, dat is de pijler van alles. Daar is alles op gebaseerd. Ja. Als je die basis niet verstaat, of als je die basis niet gelooft, dan kun je nooit niet aannemen wat dat allemaal is. Ik bedoel, die mensen die altijd maar zeggen van Jezus dit en Jezus dat, dan was er ook maar een gewone mens, gelijk ja, maar dat juist zei, dat sommige mensen beweren. Dat beweren alleen maar mensen die de Bijbel niet van begin af aan gelezen hebben. Die niet verstaan dat Jezus al van begin af aan daarbij was. Ja? En niet alleen daarbij was, dat hij er was. Wij kennen de Vader, kennen wij niet. Jezus kennen wij. En Jezus heeft het zelf gezegd. Waarom vraagt hij mij de Vader te zien? Je hebt mij nog gezien. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Maar de Vader is altijd in de achtergrond in de Bijbel. De Vader is niet diegene die alles schept. Jezus schept alles. Dat staat in Johannes geschreven. Denn door hem is niet alles wat gemaakt is, is door hem gemaakt. En er is niets gemaakt dat niet door hem gemaakt is. Ja. Jezus is het woord. In het begin was het woord. En het woord was God en het woord was bij God. En het woord werd vlees en heeft geleefd onder ons. Het is allemaal om Jezus. De hele Bijbel, alles draait om Jezus. De Vader zit in de achtergrond. Mm-hmm. Die kunnen we helemaal niet begrijpen. Die is nog veel onbegrijpelijker als Jezus. Maar Jezus is op deze aarde gekomen, heeft zichzelf vernederd, in het vlees gedaan waar wij in leven, en heeft ons God getroond en hij heeft God een gezicht gegeven. De katholieken zeggen, Maria heeft God een gezicht gegeven. Ja, ja. En een christ zegt van, Jezus heeft God een gezicht gegeven. En ik ga liever met de christ als met de katholiek. Maar ik spreek naar katholieken, omwille van dat er heel veel, tussen aanhalingstekens, goede mensen in de katholieke wereld zitten, die alleen maar bedrogen zijn. Ja. En die mensen hun ogen openen, dat is een van mijn visies en van mijn ondernemingen die ik op deze wereld wil doen, met mijn ministerie Stunde der Wahrheit, Hour of the Truth. Yes. Ja. En daarom zijn we vandaag überhaupt hier bijeengekomen, omdat wij, omdat Perry May ooit eens een keer aangeschreven heeft, zoveel jaren geleden vanuit zijn website, en omdat Helmer mij onlangs aangeschreven heeft, want die heeft mij leren kennen via de video's van Brett. En dat is dus alleen maar door de voeging van de Heer dat wij hier samen zitten, dit gesprek hebben mogen hebben en plannen doen voor verdere gesprekken, waarbij ik hoop dat er veel mensen zullen bijkomen om toe te schouwen. Ja, ik laat het nog even aan jullie over. Ik heb zo redelijk alles gezegd wat ik wilde zeggen. Supermooi. Ja. En by the way, ik heb nog niet alles gezegd, Perry. Ik wilde al van begin af aan niet zeggen, maar in het begin waren jullie zo goed bezig. Ik wilde niet onderbreken. Een paar minuten voor deze uitzending begonnen is, of deze opname begonnen is, heb ik die laatste beschouwing van jou bekeken over Hebreeuws leren. En ik heb ervan genoten wat je daarin allemaal wist te vertellen. Dus dat was heel schoon. Dankjewel. Ik vind het zo leuk. Iedere dag weer een stukje. Je moet het dan elke dag moet je het eventjes doen. Je krijgt ook een e-mail en dan krijg je allemaal punten. Het is een soort kinderspelletje eigenlijk. En zo fijn om je daarmee bezig te houden. Maar wat ik me even wilde voorstellen, ik vond het namelijk een hartstikke leuke, leerzame opname. En dat ik dan even het woord eindig. En mag Jelmer ook nog wat zeggen? We hebben een mooi knipmoment. En dan blijven we even aan de lijn hangen. En dan prikken we wat mij betreft een datum voor de eerste Bijbellezing. Dat gaat zo makkelijk als we met z'n allen... Want ik heb mijn agenda hier bij de hand namelijk. Zou dat kunnen? Ja, voor mij. Nou, dan moet je nog even wat moois zeggen, Jelmer. En dan gaan we daarna bladeren in de agenda. Nee, ik vond het heel bijzonder. En leuk je gesproken te hebben, Perry. Dat was heel leerzaam en ja, geweldig. Ik heb eigenlijk weinig te zeggen nog. Tjus, zeggen we dan maar. Ja, oh ja. Ja, als je antwoord hebt, dan zeg je tjus. Ja.